Mario Kart is terug van weg geweest. Het achtste deel scheurt exclusief door naar de Wii U en keert daarmee na 6 jaar niet alleen terug op de console, maar stuurt de populaire kartgame ook voor het eerst richting de HD-wereld. En daar is niets op aan te merken. Het spel is zoals zijn voorgangers eenvoudig in opzet. Je kiest een personage, een moeilijkheidsgraad in de vorm van het vermogen van de motoren en je start een cup. Elke cup bestaat uit 4 circuits. Aan jou om als beste uit de bus te komen en zo nieuwe cups en circuits vrij te spelen. Het is een formule die niet alleen eenvoudig in opzet is, maar ook eentje die het spel toegankelijk en vermakelijk maakt voor zowel jong als oud. Maar ondanks dat het spel simpel is in opzet, zijn er net zoals in de vorige delen genoeg onderdelen waar je aan kan sleutelen om een deelnemer te krijgen waar jij je helemaal in kan vinden. Elk personage komt namelijk met zijn of haar eigen voor- en nadelen. Zo is Bowser log en langzaam op gang te krijgen, maar scheurt Luigi er veel sneller vandoor. Maar je snelheid is niet alleen afhankelijk van de bestuurder. Ook je gekozen bolide heeft veel invloed op de rij-eigenschappen tijdens de race. Kies daarom dan ook jouw gewenste bolide, wielen en, jawel, zelfs de glider waarmee je door de lucht vliegt. Want deze 3 factoren beïnvloeden zowel de snelheid als besturing tijdens de races. De game telt in totaal 30 personages waarvan er vanaf het begin direct 16 beschikbaar zijn. Denk hier aan onder andere Mario, Princess Peach of Todd. De overige rijders dien je vrij te spelen door races te winnen en munten te verzamelen. Met deze verzamelde punten speel je ook nieuwe bolides, banden en gliders vrij. Vergeet dus geen munten te verzamelen tijdens de races. Mario Kart zou Mario Kart niet zijn zonder de nodige power-ups. Bananen richting elkaar gooien en elkaars leven zuur maken met uiteenlopende gekleurde schilden hoort er tenslotte bij. Nieuw tussen de power-ups is de toevoeging van de boemerang. Met deze power-up kan je tot 3 keer aan toe een boemerang gooien om je vijanden uit te schakelen. Verder is er een superhoorn toegevoegd om zowel vijanden als schilden dicht in de buurt uit te schakelen. Tot slot kan je ook een piranha-plant oppikken. Deze plant slikt dan tegenstanders en munten op waar je in de buurt van komt. Alle power-ups zorgen ervoor dat je gedurende de race altijd bezig bent om de tegenstander uit te schakelen om zo verder voorop te komen. Hoe verder je achterop de horde rijdt, hoe krachtiger de power-ups zijn. En jawel, daar is ook dit deel de gevreesde blauwe schildpad er één van. Maar dit maakt juist de kleurrijke chaos compleet. Het moet tenslotte niet te makkelijk zijn om als eerste over de finishlijn te komen. Mario Kart 8 bevat een flinke verzameling aan circuits. In totaal zijn er 32 banen verspreid over 8 cups aanwezig. Het spel bevat zowel oude als nieuwe banen. Tevens voegen de anti-gravity delen een nieuwe dimensie toe aan het racegeweld. Op sommige circuits moet je namelijk tegen muren oprijden of zelfs ondersteboven racen. Dit is mogelijk omdat de banden van de kart zich automatisch aanpassen aan deze verticale delen van het circuit. Een leuke bijkomstigheid is dat je elkaar kan versnellen door tegen elkaars banden aan te rijden. Uiteraard mag de multiplayer niet ontbreken. Mario Kart 8 is vanouds zowel in je eentje, met z'n tweeën of zelfs met z'n 3 of 4 te spelen. En hoe meer spelers, hoe doller de boel. Naast het racen over de circuits is het ook mogelijk elkaar te lijf te gaan in de battle-modus. In deze klassieker moet je de 3 ballonnen van de tegenstanders kapot schieten. Deze populaire mode is echter nadelig onder handen genomen. Het gevecht wordt namelijk niet uitgevochten op speciale vierkante arena's, maar op bestaande circuits. En dat maakt deze mode vrijwel onbespeelbaar en totaal niet leuk om te spelen. Desondanks staat hier tegenover een nieuwe feature. Nieuw in Mario Kart is namelijk de mogelijkheid om online te gaan. Dit kan je alleen doen of gezamenlijk met een tweede speler. In totaal race je dan met z'n 12 over de circuits. Met de toevoeging van het online element is het ook mogelijk om races van anderen te bekijken of die van jou te delen. Dit kan je allemaal doen via Mario Kart TV. Met deze optie is het ook mogelijk om je replays door te zetten richting YouTube. De gameplay van Mario Kart is in de basis altijd al goed geweest. Rare aanpassingen in latere Mario Kart games maakten deze delen niet geliefd bij de liefhebbers. Maar met Mario Kart 8 keert de franchise terug naar de basis zonder de nodige vernieuwingen en frisse wind uit het oog te verliezen. Het spel biedt de nodige uitdagingen voor een enkele speler, maar komt volledig tot zijn recht met meerdere spelers. Dit maakt de chaos pas echt compleet, of dit nu online is of met z'n 4 op de bank. De HD-graphics spatten van het scherm en de uiteenlopende circuits zijn een genot voor het oog. Maar ondanks deze lof schiet het spel hier en daar ook tekort. Het ontbreken van vierkante arena's in de battle mode is een groot gemis.
Verder zit er als vanouds een groot verschil in de moeilijkheidsgraad, waarbij je bij de 150cc hard moet vechten voor elke positie in het veld. Hier ligt uiteraard een uitdaging, maar het kan ook een bron van irritatie zijn. En dan hebben we het nog niet eens over het blauwe schild. Desondanks biedt het spel uren aan speelplezier en bewijst Nintendo wederom dat de populaire racefranchise allesbehalve op zijn retour is. Mario Kart 8 is een waardige toevoeging aan je Wii U gamecollectie en mag net als de recente Donkey Kong Country en Mario Game eigenlijk niet ontbreken. Mario Kart 8 is vanaf 30 mei exclusief verkrijgbaar voor de Wii U.